er is een hoop om op vooruit te blikken. Het cijferseizoen is in volle gang. Cijfers van Akzo Nobel, maar ook bijvoorbeeld van Randstad vanochtend. Dat bedrijf blijft het zwaar hebben. Het uitzendbureau noteert opnieuw een slecht kwartaal in vergelijking met een jaar geleden. Omzet daalde wereldwijd met een kleine 8% in het tweede kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. En ook in Nederland daalt de omzet nog steeds. We praten erover met Jeroen Thiel, CEO van de Randstad Groep Nederland. Meneer Thiel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is zomer, maar bij u in de boek is het toch echt winter, lijkt het. Nou ja, winter niet, maar wel bewolkt. Dat kunnen we op zijn minst zeggen. De resultaten zijn wat dat betreft wat teleurstellend als we kijken naar het verleden. En we kunnen niet anders dan constateren dat het resultaat wat minder is dan vorig jaar. Dus dat klopt. Ja, hoe komt dat? Want je zou toch zeggen, er is nog steeds een grote vraag naar personeel. Waarom lukt het Randstad niet om daar goed geld mee te verdienen? Ja, het is in die zin zo dat als we kijken naar Randstad in Nederland. Kijk, voor ons stabiliseren de zaken. We hebben nog steeds zo'n 50.000 mensen aan het werk. Net zoals in kwartaal 1. En dat maakt dat het voor ons stabiliseert. Maar die arbeidsmarkt is complex. Enerzijds zou je zeggen, joh, die krapte, dat zou toch de ideale situatie moeten zijn om je zaken op een goede manier uit te kunnen voeren. Maar dat is natuurlijk ook een omgeving waarin wij te werken hebben met bedrijven die het zwaar hebben in het huidige economische klimaat. Mm-hmm. Onzekerheid, rentestanden, inflatie en ook met name die onzekerheid over hoe mensen te vinden en je productiviteit op orde te houden. Dat maakt dat het een wat moeizamere omgeving is. Maar wat ik aangaf in het begin, het stabiliseert wel. Dus daar ben ik in die zin positief over. Ja, ja, want in het derde kwartaal verwacht u bescheiden groei, geloof ik, hè, in de bruto winstmarge. We verwachten een bescheiden groei in de bruto winstmarge, dat is correct. Ja. Die winstmarge die loopt al een tijdje terug. Toch, ja, daar lijkt geloof ik, althans voor de buitenwereld, niet zoveel gebeurd te zijn om dat nou daadwerkelijk aan te pakken. Is het tijd voor actie of gebeurt er veel, maar zien we dat niet? Hoe krijgt u het schip weer varende? Nou, er is heel veel gaande. Als we het hebben over die marges, hè, het is momenteel zo dat we veel meer activiteiten moeten ontplooien en onze klanten bedienen om ervoor te zorgen dat ze het juiste personeel verkrijgen. Maar juist in deze tijd, en dat is ook precies de reden dat we als bedrijf onze specialisatiestrategie aan het implementeren zijn. Wij noemen dat de Partner for Talent strategie. Dus talenten centraal stellen en op een wijze waarbij we ervoor zorgen dat de ervaring en de impact dusdanig goed is. En dat richten wij in door onze organisatie in te duiden in operational en professional talent solutions. Ja. En vanuit die wijze proberen wij onze klanten te bedienen. En met name ook de talenten en de talentensegmenten op een dusdanige manier van dienst te zijn dat we daar stappen in kunnen zetten. En daar zijn we volop mee bezig. Maar hoe gaat het ervoor zorgen dat u kosten gaat besparen? Nou, wat we willen is dat we kijken naar onze indirecte kosten. Logischerwijs, als je kijkt naar de huidige situatie, moeten we die op orde houden. Omdat het nou eenmaal de situatie daarom vraagt. Maar tegelijkertijd zorgen we er wel voor dat onze veldorganisatie en onze activiteiten direct naar onze klanten, dat we die op orde houden. En dat we ook klaar zijn als dat die groei weer gaat komen. En die komt wel een keer. Want uiteindelijk, ik had het net over stabilisatie, moet je ervoor zorgen als bedrijf dat je er voor je klanten bent en voor de markt klaar staat om bij te kunnen springen en op te kunnen starten op een manier die nodig is. Dus we zorgen ervoor dat we dat op die wijze organiseren. Onze veldorganisatie die proberen we alleen maar te ondersteunen. Bijvoorbeeld ook door technologie te implementeren. Ja. Het Randstad Talentplatform bijvoorbeeld. Ja. Maar tegelijkertijd ook te kijken naar onze indirecte kosten. En dat doen we zoals we dat al jaren doen, voortvarend en op een goede manier. Ja, oké. Okay. Omzet wereldwijd Randstad 7,8% lager dus. Amerika -13%, Nederland -9%. Betekent dat niet ook iets voor de mensen die bij u werken? Er komen verder geen bezuinigingsrondes aan, dat soort zaken? We hebben natuurlijk, als we kijken naar het verleden, meer collega's aan het werk gehad. Ja. We zijn uitermate goed in staat om ons bedrijf mee te laten veren met de resultaten die we boeken. En we zien geen hoe zeg je dat? We hebben geen beeld dat het in de toekomst totaal anders zou worden. Dus we zijn er positief in. En we willen er juist voor zorgen dat onze organisatie klaar staat voor groei. Ja, oké. Okay. En kunt u daar ook zelf, kunt u wel klaarstaan, dat snap ik. U zegt ook, we zijn gepositioneerd voor groei, dat snap ik. Maar misschien kunt u daar ook zelf iets meer aan aanjagen. Aan het op gang helpen van die economie. Nou, dat doen we bijvoorbeeld. We hebben daar vorige keer over gesproken. Toen ging het over het feit dat we graag willen dat in Nederland mensen meer kunnen werken. Mm-hmm.
En om meer te kunnen werken ging het over, het moet lonend zijn en het moet gefaciliteerd kunnen worden. Toen hadden we het bijvoorbeeld over kinderopvang. Toen hebben we opgeroepen om te werken aan een masterplan. Daar hebben we niet op gewacht. Dus als Randstad Groep hebben we ons hier hard voor gemaakt. En zijn we in deze sector enorm hard aan het werk om mensen te begeleiden en aan het werk te krijgen in die sector. Even als voorbeeld. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat we de juiste kant op gaan in de Nederlandse markt. Ja. Wat zegt u tegen de belegger in Randstad? Want als hij naar de koers kijkt, dan ziet hij year-to-date nou niet echt hele fijne cijfers. Ik geloof 20% in het rood. Wacht maar even af, rustig aan. Nou ja, het feit is dat die koers natuurlijk minder is. Dat is niet te ontkennen. Maar we zijn een cyclisch bedrijf. We hebben vaker situaties gehad waarbij we pieken en dalen hebben gehad. En wat dat betreft hebben we een track record waarbij we dat normaal gesproken erg goed doen. Dus in die zin heb ik daar vertrouwen in. Ja, en vanaf Q3 zou dus weer die only way up moeten zijn, wat u betreft. Dan verwachten we in ieder geval dat er wat meer licht in de tunnel te zien is. Dank, Jeroen Thiel, de CEO van Randstad Groep Nederland.